ga nu met jullie een gerechtje maken. Een heel simpel gerechtje, wat je wel kent, weet ik zeker, en wat je ook klaar kunt halen. Maar als je het zelf maakt, is het echt 1000 keer lekkerder. Wat we gaan doen, het is eigenlijk heel simpel. Ik heb hier al een pan op staan met wat olie. Dat ben ik al aan het verwarmen. Ik zal er nog wat meer olie bij doen, want we gaan frituren. Ik heb nu de kleine Thaise shallotjes gebruikt. Die zijn echt het allerlekkerst. Die snij ik in kleine plakjes. Maar je kunt ook gewone shallotjes gebruiken. Dat is niet zo heel erg. Nou, deze heb ik al gepeld. En nu snijden we ze dus in plakjes. Het hoeft ook weer niet te dun, want anders gaan ze te snel verbranden straks. En dit is ook echt iets wat je van tevoren bereidt. Op het moment dat je gasten er zijn, ga je natuurlijk niet nog uitjes staan frituren. Je gaat ruiken. Ik heb hier al een portie. Wat ik ook klaar heb gezet is een vergietje met iets eronder. Het kan een pan zijn of een diepbord. En een beetje keukenpapier. Ik doe hier ook wat zout op. Zout versterkt nog de smaak. En dan gaan we het in porties frituren. Nou, de olie is goed heet. Je kunt het even controleren door er een uitje in te gooien. Als het omhoog komt en begint te borrelen, dan is de olie heet genoeg. En ik doe telkens een kleine hoeveelheid uitjes in de pan. Het gaat een beetje spetteren, dus kijk daarmee uit. En de truc is nu om de uitjes precies op het goede moment eruit te halen. Want ze garen nog een beetje door. Dus lichtbruin. Als ze te bruin worden, dan gaan ze verbranden. En het gaat vrij snel. Dus dit is wel iets waar je bij moet blijven. Hè? Haal ze eruit voordat ze te bruin zijn en verbranden. En laat ze ook goed drogen. Want dan worden ze krokant. Ja, als je nou alles tegelijk erin doet, dan is de helft niet gebakken en de andere helft wel. En dan, dan heb je een probleem. Dus daarom werk ik in kleine porties. Voilà, dit zijn mijn gebakken uitjes. En als je deze eenmaal hebt geproefd, wil je nooit meer kant-en-klaren. Ik hoop dat je hebt genoten en dat je dit recept gaat maken. En alle andere recepten die je vindt op njam.tv. En ik zie je graag de volgende keer.